Lucien Boldewijn voor de camera van Studio Sports. Lucien, wat vind je van de wedstrijd tot nu? Ja, ik vind het een heel slappe vertoning tot nu toe. Hij wordt heel slecht verdedigd. En aanvallend doen ze ook niet veel, vind ik. Dus ik hoop dat de coach of de trainer nu even een serieus gesprek met zichzelf voeren in de kleedkamer. Dat ze een beetje echt tijd man-to-man gaan spelen. Die puntschitter een beetje gaan en gaan plakken, zeg maar. En ja, dat moet er niet gebeuren. Moeten er nog specifieke wissels plaatsvinden? Nee, dat niet zozeer. Weet je, want ja, ik zie dat ze ook een niet zo goede bank hebben. Weet je, dus ja. Ik ga vervelende vraag stellen. Nederland wint deze wedstrijd uiteindelijk? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik heb nog altijd hoop in ze, dus ik denk het wel. Oh, ik vind dat hij zijn best doet en het kan beter. Alleen het team is nog niet een geheel, zodat men dus een goede samenspel kan creëren. Dat is mijn mening. Thank you.
We kwamen in het eerste kwart veel te ver achter natuurlijk. We wisten dat zij gevaarlijk waren met drie punten schieten. En zij scoorden in het eerste kwart. Ik geloof 6 of 7 hebben ze erin gegooid. En dat was al 21 punten.
Daarna scoorden ze nog 14 of zo. Dus we stonden al meteen tegen een achterstand van 15 punten te spelen. Toch lukt het jullie goed om zeker tegen het einde van de wedstrijd om de achterstand in te lopen. Ja. Wat heeft op dat moment goed voor jullie gewerkt? Natuurlijk toch trots dat je thuis speelt in je eigen hal. En die wil je natuurlijk verdedigen. Alleen het is gewoon ontzettend jammer dat we al zo ver achterkomen. En dat kost het extra energie om terug te komen. En toen kwamen we op het einde net tekort. Zwak. Het begin was heel zwak. Verdedigend zat het er helemaal niet in. Op het gebied van offense konden we wel ons balletje maken. Maar defense zat het er gewoon helemaal niet in. En hoe kijk je terug op je eigen spel vandaag? Ik had wel veel energie. Ik heb een paar ballen waarvan ik dacht dat ik mijn man kon stoppen. Heb ik niet gedaan. Ik bedoel, mijn man heeft toch wel wat gescoord. Maar overal denk ik dat iedereen gewoon goed heeft gespeeld. En dat includes me too. Toch lukt het goed om goed terug te komen in de wedstrijd. Ja, jullie komen tot op 4 punten terug. En wat gaat er dan mis? Waarom lukt het niet om er dan net overheen te gaan? Ik denk toch de defense. Ik bedoel, we zaten lekker in die game op dat moment. We hebben goede stops gemaakt op dat moment. Alleen, ja, niet lang genoeg. We zijn teruggekomen tot 5 puntjes. Als we wat eerder waren begonnen in de wedstrijd, ik denk dat de eerste helft ons heeft verslagen in principe. Ik denk dat als we in de eerste helft goed hadden gespeeld, dan was het veel makkelijker gaan in de tweede helft. En dan hadden we in het derde kwart die comeback kunnen maken en in het vierde kwart het spel af kunnen maken. Jullie volgende wedstrijd wordt Georgië uit. Dat lijkt me een hele moeilijke wedstrijd. Hoe kijk jij je daar tegenaan? Het wordt een moeilijke wedstrijd. We hebben ze al 1 keer verslagen. Ik bedoel, een wedstrijd is een wedstrijd. Je moet gewoon naar de wedstrijd komen om te spelen. En daar maken we er wat van. Ik bedoel, we hebben zoveel talent, we hebben zoveel goede spelers. Het is echt de mindset hoe je naar de wedstrijd komt en als je er klaar voor bent, voor elke speler.